Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Katje voor Gulen podcast. De podcast waarin ik jou als professional en leider help jouw leiderschap te vergroten. Met als resultaat vervulling, voldoening en verbinding in jouw werk en je leven. Ik zet je aan, ik laat je nadenken en ik wil je vooral laten voelen, want daar is de magic. In die verbinding met jezelf vind jij je antwoorden, inzichten en komt jouw creativiteit los. Kun jij je voorstellen wat er dan gebeurt? Nou, ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Let's go. Zo, het is alweer uh, november 2022. Ongelofelijk hoe dit jaar uh, is gegaan. Heel anders dan ik uh, van tevoren had bedacht. Het is een jaar van ja, een omkering of zo voor mijn uh, gevoel. He, waar ik vorig jaar ontzettend goed liep qua business. Uh, is het dit jaar anders geworden? Ik, uh, ik weet nog dat ik het jaar begon met een uh, eigen kantoortje. Heerlijk. Was echt even een verandering uh, die even heel goed was, maar die ik ook uh, heb stopgezet. En op dat moment van stopzetten vond ik het echt niet leuk, maar het was gewoon nodig, praktisch gezien en uh, verstandig gezien. En nu denk ik van ja, waarom heb ik dat niet eerder stopgezet? Het Was voor die paar maanden was het even heel goed, mijn eigen plek en heeft mijn eigen dingen opgestart gedaan. Um, en het voelt nu zoveel lichter aan de ene kant ook weer en het gaat prima hoe het nu is. Ik werk weer op diverse locaties en uh, ik ga zo naar Philips om daar weer uh, ja, met een mooie vrouw uh, om de tafel uh, te zitten. Om bij te praten, zoals zij het zegt. Um, maar goed, ik voel ook dat er een, een soort verandering dus aan het gaande is. Ik... Um, ja, Ik zit in een soort tussenfase van, hé, hey, waar gaan we nu weer naartoe? Wat, wat, wat ja, dingen kloppen niet meer? Hè? Zoals mijn website, als ik daar naar kijk, dan denk ik van, ja, maar dat ben ik eigenlijk niet meer. Dat is misschien iets wat, ja, waar ik nog een beetje in zit, maar het is mijn oude identiteit. Als ik ook naar die grote foto verschrikkelijk van mezelf kijk op mijn uh, over mij uh, pagina, dan denk ik, ja, dat is van. Uh, 2017 joh, vijf jaar geleden en wat is er in die tussentijd, ben ik alweer gegroeid en ja, kijk ik nu weer terug op die tijd van goh, dat was een, ook een jaar van een omkering, maar um, ja, het is even uitzoeken en uitvoelen, een proces is het, ja, de tijd vliegt voorbij... Ja, welke verandering het wordt. Ik, ik weet het nog niet helemaal welke het worden gaat. Ik blijf wel coachen. Absoluut. Dus prachtig werk. Uh, en daarnaast uh, ben ik dus met die trainersopleiding uh, uh, begonnen. Ondertussen wacht ik ook nog op mijn certificering van de International Coaching Federation, ik, uh, die heeft verschillende levels. En ik, uh, ik ben aan het certificeren voor de tweede level, Professional Certified Coach. En mijn god, wat duurt dat lang. Ik heb in uh, juli heb ik uiteindelijk al mijn spullen ingeleverd of juni. Het is nu november. Ik heb uh, contact met ze opgenomen. En uh, nou, ik vermoed dat het eind november nu gaat worden, voordat uh, voordat ze alles. En ik heb heel veel moeten inleveren: veel documentatie, opnames. Uh, voordat ze ja, kunnen gaan kijken of ik uh, daar geschikt voor ben of niet. Uh, en dat zou heel mooi zijn, ik zag net dat er. Iets van 1632 coaches in Nederland op dat niveau zijn. Dus ja, dat is toch wel een heel mooi aantal. Uh, als ik daarbij mag zijn. Maar wat echt de kaars de kers op de taart uh, voor mij zou zijn, um, als ik voor het laatste hoogste level ga. En dat is de Master Certified Coach. Certificering. En ik keek ernaar net en daar zijn 25 van geregistreerd in Nederland. Misschien is het aantal wel anders, want ik heb ook wel eens 150 gehoord. Maar in Nederland zijn er 25 Master Certified coaches. En hoe gaaf is het als ik daarbij daar in het rijtje mag staan. Maar daar moet nog wel wat voor gebeuren. Daarvoor moet ik ook echt wat laten zien. De uren heb ik in ieder geval. En um, ja, dat betekent dat ik dan weer een mentortraject aanga. Waarin ik ook weer ga groeien. En uh, dat is dus zo mooi. Ik weet ook dat die certificeringen, die boeien eigenlijk helemaal niet. Hè? Het gaat uiteindelijk om jou, hoe jij mij ervaart en of jij je verandering zelf weet te creëren met mijn hulp um, als partner. Maar ja, het, het is toch iets waar je dan naartoe kan werken en waar je he, een soort doel hebt en dat je richtlijnen hebt waar je aan moet voldoen, zodat je daar naartoe kan werken. En dat vind ik eigenlijk heel lekker, een soort takenlijstje. Waarmee je bezig mag uh, gaan. Dus ja, het is vooral ook dat ik zelf weer groei en uh, bloei. Dat vind ik gewoon gaaf. Ik heb er al zoveel effort in gestopt, ook als ik bedenk. Twaalf jaar lang ben ik al aan het investeren in mezelf. Uh, uren maken, draaien, uh, mezelf verbeteren, feedback krijgen. Ja, dus uh, dat is echt die verdiepingen uh, die ik op dat uh, vak uh, heb gepakt. Heel gaaf. Misschien heb jij dat ook wel, dat je iets hebt van, ja, hier ben ik gewoon goed in. Of heel veel mensen vinden zichzelf niet ergens goed in, merk ik. Terwijl ik denk, wow, moet je eens kijken wat je hebt bereikt. Uh, maar dat zijn heel vaak generalisten die dat van zichzelf vinden. Die ontzettend veel doen, goed kunnen leiden, maar nooit voor een gevoel, een expertise hebben. Maar dat hoeft dus ook helemaal niet. Ik weet ook nog dat ik in de sales zat. En uh, ja, dan was ik generiek accountmanager. Zoals dat dan heet, of generic account executive, weet ik het. En dan, um, he, dan ben je met een groep specialisten ben je bezig uh, voor de klanten. En ik had ook nooit het gevoel dat ik ergens goed in was. Want ja, elke keer uh, schakelde ik een specialist in. Maar achteraf zie ik nu wat een expertise ik had. Ik zat in een van de mooiste salesorganisaties in Nederland in het bedrijfsleven. Wauw, dat ik daar dat allemaal heb mogen leren. Fantastisch. En. Um, ja, ik merk dat ik heel tevreden ben over. Ja, qua werk. Het had wel sneller gemogen voor mij. Maar als ik zie hoe ik mij heb ontwikkeld, waar ik nu sta. prima. Maar nu zit ik dus in die trainersopleiding. Mijn god! <laughs> ik heb uh, de eerste driedaagse uh, gehad. En uh, gisteren heb ik, uh, hebben we onze eerste intervisie gehad. En een intervisiegroep is een, uh, een kleine groep uit die grotere groep. waarmee je uh, ja, dit schooljaar, opleidingsjaar, mee gaat optrekken. Om wekelijks bij elkaar ervaringen uit te wisselen, te groeien en te bloeien. En wij gaan voornamelijk de NLP-technieken met elkaar oefenen, feedback geven op elkaar. Dus ja, dat gaat een intensief jaar worden. En iemand zei gisteren wel, ja, ik ga met jullie gewoon veel intensief om dan met mijn moeder of met mijn zussen of met vriendinnen. En uh, dit gaan we toch met elkaar doen. En uh, inderdaad, dat, uh, dat gaan we doen. Dat is mooi. Maar goed, het, het uh, jeetje zeg. Ik zit weer in een enorm leerproces voor die trainersopleiding. En ik heb ook eerlijk gezegd even gedacht: waarom doe ik dit ook alweer? Waarom zit ik hier nou in? Ja, je bent weer beginner. Ik zit weer in een groep. En uh, normaal als ik trainingen geef, ja, dan, dan zit je buiten de groep. Dan ben je degene die dat proces begeleidt van die groep of van de team of van die training. En sta je er buiten. En dat is eigenlijk een, een fijne positie. Hè? Je wordt. Dan gezien als degene die dat begeleidt, of, of de leiding heeft, of hè, als dat nodig is voor die groep. Een, een echt goed, goed draaiend team heeft geen leiding nodig. Maar daar ga ik zo verder op in. Uh, maar nu zit ik er weer middenin. En dat is goed. Dat is goed dat ik daar weer middenin zit. Omdat ik natuurlijk met jullie of jou ook aan de slag ben om uh, het daarover te hebben. Hoe vaak krijg ik wel niet de vraag um, over ja, het goed draaien van een teammeeting? Of Jeetje, er zitten zoveel extraverte mensen in mijn team. Hoe ga ik daarmee om? Nou, ik zit er dus weer middenin um, en ik word aan alle kanten getriggerd. Um, niet leuk eigenlijk, maar ook weer wel. Um, ik moet door dat stukje niet leuk heen. Daarvoor ben ik hier ook. Ik ben eigenlijk voornamelijk aan deze trainersopleiding begonnen om, ja. Meer leerprocessen in groepen te leren. Klinkt misschien heel abstract. Maar ik, ik heb op een gegeven moment merkte ik echt. Ik was altijd van de één op één nog steeds. Maar ik merkte op een gegeven moment op: ja, in groepen leer je op een andere manier dan één op één. Eén op één kun je natuurlijk heel veel maatwerk geven. Kun je precies geven aan iemand wat hij nodig heeft. Of die vragen stellen. Waardoor iemand wel goed bij zijn kern kan komen. Maar in een groep. Ja, is de kracht van een groep groter waardoor je een ander leereffect hebt? Je, gaat, je, je, je hebt gelijkgestemden om je heen of je ziet uh, mensen dingen doen om je heen. En daardoor word jij misschien ook wel extra gemotiveerd om dingen te doen. Of krijg je de moed, meer, de moed om toch iets te doen dan één op één met een coach. Dus ja, dat, dat zag ik al een tijd. En ik. Ja, dit jaar, vorig jaar, besloot ik dus om, uh, om een trainersopleiding daarvoor te doen. En dan wel voor de NLP. En die NLP, de Neurolinguistisch Programmeren, is voor mij ook hier de kers op de taart. Um, ik had eerst gekeken naar een reguliere post-HBO-trainersopleiding, beroepsopleiding. En toen zag ik. Uh, uh, de NLP-trainersopleiding ook met dezelfde NOPTRA-certificering. Dat vind ik toch belangrijk um, ja, om jullie het vertrouwen te geven dat ik aan alle voorwaarden voldoe. Uh, het is belangrijk in deze wereld waar iedereen trainer-coach is, net zoals alle andere beroepen, maar dat is een ander verhaal. Um, en ik dacht, weet je, ik ga er gewoon voor, want hoe leuk zou het zijn als ik... Want hoe vaak verander ik wel niet van koers in mijn hoofd of ga ik toch een andere weg in dan... Dan weet ik hoe ik NLP-trainingen kan geven. Dan, uh, dan kan ik, als ik nog een paar stapjes naar de trainersopleiding zet, dan kan ik zelfstandig NLP-certificeringsopleidingen geven. En dat vind ik eigenlijk wel heel cool. Hoe vet zou dat zijn als dat zou uh, lukken? Dus uh, met die insteek zit ik hierin. En nu ik erover praat, word ik daar ook weer heel blij van. Of ik er ook wat mee ga doen of niet. Maakt niet uit. Ik, um, ze zeggen wel eens, uh, als je ergens goed in wil worden, weet je, word er dan een leraar in. En het betekent gewoon dat ik echt nu op techniek level, op detail level, naar NLP, naar NLP ga kijken. Waardoor ik uh, daar nog beter in ga worden. Dus ja, weet je, ook al ga ik er niks mee doen voor anderen. Absoluut wel. Dat gaat toch automatisch gebeuren. Dan word ik er zelf zoveel beter in. En uh, ja, de afgelopen twaalf jaar heb ik gezien dat overal zit NLP in. Wat je ook doet, er zit overal is ergens NLP in te vinden. Dus, uh, nou, daar worden we in ieder geval uh, rijker van. Maar goed, ik zit dus weer midden in een groep en deze groep, uh, ja, enorm gemalleerd. Van alle leeftijden, de jongste is geloof ik 22, 23 of 26. En uh, met ook uh, daar alles tussenin, uh, ja, met de vijftigers. Ja, dus heel gemengd. Uh, er zit een topsporter in, mensen uit het bedrijfsleven. Uh, ook iemand die uh, juist nu de groepen opzoekt om ja, zichzelf te leren laten zien. Daar kon ik me ook wel in vinden. Um, ja, er zitten ook enorme creatievelingen in. En, en, en mensen die met dans werken of met theater werken. Wauw, die gingen energizer doen. En what a wat een wat magic. Die verandert in een seconde van in het publiek zitten. En ze gaat de energizer doen. Ik, ik heb het over een medestudent. En nou, die hele energie verandert van haar. En ik wil gewoon op dansles. Als ik dat zo zie. Echt, wat te gek was dat. En uh, nou, net afgestudeerde iemand die gewoon meteen in de persoonlijke ontwikkeling uh, is gedoken. Nou, geweldig gewoon. Dus dat, dat is heel gemalleerd, maar dat betekent ook een uh, ja, ander niveauverschil. Dus ja, ik, ik ben coach, dus ik zit voornamelijk op dat ik faciliteer, dat ik een partner ben. En er zitten mensen in die gaan er echt heen om goed te leren spreken. Die gaan niet eens voor de trainersopleiding, maar echt om goed te leren spreken, om te gaan vertellen aan anderen. Uh, wat zij zien voor de wereld bijvoorbeeld. Um, hè, dus iedereen zit daar met het doel. Uh, hè, of, of, om echt een hele goede docent te worden. Om echt die leer. Eh, om, om iets extra's te geven. Ja, want je leert natuurlijk ook heel erg um, hoe een training technisch gezien in elkaar gebouwd is. Uh, en dat hebben we ook dus die drie dagen gehad. fantastisch dat ik die tool al heb. En ja, zo, zo zit iedereen daar met zijn eigen redenen. En ik zei al, ik zit daar in die groep en ik word weer aan alle kanten getriggerd, want het zijn trainers, mensen die voor groepen willen staan, mensen die voor een publiek willen staan. En het zijn over het algemeen hele mondige uh, mensen die vooral uh, ja, veel, veel communiceren. En ik vind het nog wel eens voor mijzelf verbazingwekkend, ja, als je één op één met mij me bent of als je mij zo luistert dan. Uh, ja, dan praat ik flink, maar in een groep met heel veel mondige mensen, Wow! ja, dat is voor mij uh, nog wel eens een uh, andere koek. Niet in elke groep, uh, maar dan moet ik ook weer mijn plekken in zien te vinden. Want iedereen is aan het zenden. Er wordt niet weinig naar elkaar geluisterd, of ze hebben wel het gevoel dat een... Ja, ik, ik sta er dan een beetje zo naar te kijken van, goh, hoe werkt dit? Um, en toen herinner ik me er opeens ook, ook aan van, ja, wacht even, want ik heb ook heel veel persoonlijkheidsinstrumenten gedaan. Zoals de MBTI, de Myers-Briggs Type Indicator. Maar ook een, een branding instrument... daar ben ik ook in gefaciliteerd, uh, gecertificeerd. Dat is How to Fascinate. Dat is um, een instrument... en ik werk er al heel lang meer mee, maar daar, daar moest ik opeens aan denken. Um, hè, dat is een vragenlijst... en dan komt daar een persoonlijkheidstype ook uit... met ja, wat jouw branding is, wat jou, nou zo, wat jou zo fascinerend maakt. En ik ben vooral, um, ja, dat, zijn, dat profiel heet The Wise Owl. En dat is iemand. Um, goh, ik moet me er weer eens in verdiepen. Nou, het, het, het komt erop neer um, dat ik inderdaad de rustige ben, maar die alles hoort, alles observeert. Uh, en als er paniek uitbreekt, zal ik degene zijn die opstaat. En. Um, de boel gaat begeleiden. Het zijn vaak de profielen van. Uh, de executives. Van de CEO's. Uh, de rustige senioren mensen. Ik had nooit gedacht. Dat ik dit over mezelf ooit zou kunnen zeggen. Um, die uh, dit profiel hebben. Dus toen dacht ik van ja. Nu weet ik weer. Wat maakt. Wat mij fascineert. Dan hè, vanuit dat instrument. En dat is dat ik die, die, die rustige ben. Alles zie, alles hoor, alles voel, alles observeert. En mijn kracht ligt juist in de open vragen stellen aan de groep. Um, dus dat bedacht ik me vannacht uh, opeens. Van ja, wacht even, daar zit het hem. Dat, dat merk ik nu weer op, volop nu ik midden in een groep zit. En dat is dus heel goed. Dus ik ga niet stoppen, ik ga lekker door met die uh, trainersopleiding. Uh, um, ja, want, want het mooie is, is, dat ik nu ook in een groep gelijkgestemden ben met allemaal NLP master achtergrond. En dat betekent dat we allemaal voor die persoonlijke ontwikkeling uh, gaan uh, voor onszelf, maar ook uh, voor mensen. En dat is hele hoge energie. Heel mooi. Um, maar goed, het, het is toch wel even schakelen in denken en doen. Uh, want ik sta er niet meer buiten. Ik zit er middenin. Ik ben nu een deelnemer. En uh, dat mag ik dus weer heerlijk lekker ervaren. En misschien herken jij dit ook wel. Want wat ik heel fijn vond aan het einde van die drie dagen. Toen uh, legde Alex, de trainer, die legde de groepsdynamiek uit. En dat is, um, ja, er zitten fases in. En dit zijn de fases volgens Tuckman. Maar je ziet de, deze fase in meerdere modellen. Ik heb hem ook uh, nog gehad vorig jaar bij mijn... Uh, Teamcoachopleiding. En uh, de groepsvorming bestaat uit uh, vijf fasen, vier fasen. En ja, in die eerste fase zat ik dus, zaten wij dus enorm in die, in die dagen. Want dit is een groep mensen die nu bij elkaar komt. En op zich zijn wij, uh, is de vraag altijd: ben je, wil je een groep zijn of wil je een team zijn? Nou, een team is dat je gezamenlijk doel hebt en dat je elkaar aanvult en samenwerkt naar dat doel. Uh, maar in dit geval zijn wij een groep. We zijn een groep mensen met als uh, zelfde doel dat we allemaal uh, opgeleid willen worden tot trainer. Dus we zitten in een soort vormingfase. En uh, Alex legde dat wel heel leuk uit. Ja, daar zitten we nu middenin, want iedereen blijft op dezelfde stoel zitten al drie dagen lang. En als er iemand op jouw stoel zit, dan kijk je even raar op of het voelt misschien wel niet lekker om op een andere stoel te zitten. Dat klopt. Iedereen volgt mij, zei hij. Um, we zijn elkaar nog een beetje aan het pleasen. We zitten in de vormingsfase. En dat kun je vergelijken, zei hij, met kinderen van in de ontwikkeling van 0 tot 7 jaar, het is overleven. Want wat hebben kinderen nodig van je vader en moeder, de trainer in dit geval, om naar de volgende fase te gaan? Wat wordt er van mij verwacht? Is die vraag die iedereen heeft in dat team? He, of als je nieuw bent in een team. Ik, ik zeg team, maar het groep. Hoe gaat het hier? En um, ja, zo'n fase dan heb je als trainer uh, ja, de rol van ja, begeleider. Je, je kadert af. Jij bepaalt nog. Hè? Iedereen heeft dat ook nodig. Iedereen is nog een individu. Um, als je in deze fase zit, en kinderen in die fase van 0 tot 7, die hebben liefde en aandacht nodig, die willen veiligheid, um, die willen horen tot hier en niet verder. Die hebben um, een dictator nodig, een leider nodig, iemand die de grenzen afbakent. Dat geeft veiligheid. Hè, dus. Alles wat Alex deed, in ieder geval, dat, dat zei hij ook. Alles wat ik doe, dat doen jullie. Jullie volgen mij de hele tijd. Totdat je in de volgende fase komt. En dat is de stormingsfase. Nou, heel veel groepen en teams in het bedrijfsleven zitten in deze fase. Um, iedereen is nog steeds een individu. En probeert nu zichzelf te laten zien. Het is een soort puberteit. Je gaat je identiteit ontwikkelen in die groep. Um, He, van, uh, je voelt van, hé, hey, je mag jezelf zijn. Ik ben anders dan de trainer. Of, hé, hey, ik wil het toch anders. Het is het voorbereiden los van de leider, van de trainer in dit geval. En, de, de vragen komen ook op van, als ik los ben van de groep, wie ben ik dan? He, dus er komt veel onzekerheid bij kijken. Uh, ook veel geouwehoer achter uh, je rug om... Hè? Van, uh, om, ja dat gauw dat dat heeft natuurlijk een functie een sociale functie roddelen maar ook van ja waar sta ik wie ben ik dan en hoe doet die het dan en um, ja als je in zo'n team zit uh, dan gebeurt er onder water heel veel sommige mensen voelen dat heel goed en als jij een, een manager bent of een leider bent een, een wat dan ook voor rol hebt dan heb je de sporterrol te vervullen dat is meer overleggen Mensen worden steeds individualistischer. Er wordt meer rebels gedrag vertoond. En op het moment merkte ik ook in de groep dat we het daarover hadden. Voelde ik ook bij mezelf iets veranderen. Ja, ik, ik ben ook klaar met, dat, met die storming, met die vormingfase, die eerste fase. Um, en en ik, je merkte ook aan bepaalde dat er ander gedrag uh, in de groep kwam. Dus dat was wel heel mooi. Dus ik, ik hoop ook de volgende keer dat we meer in de... Stormingsfase zitten. Dat is ook weer een spannende fase. Want wat gaat iedereen dan doen? Als je wat meer rebels gedrag laat vertonen, als je zichzelf wat meer gaat laten zien. Nou, de derde fase. Uh, dat is uh, de fase. Even kijken. Ik wil het goed zeggen. Dat is de fase van volwassenheid. De groep. Uh, er is gelijkwaardigheid. Het heet de normingfase. Het is uh, duidelijk. Uh, hoe we het met elkaar doen. Er is respect en er is initiatief. De trainer heeft een facilitatorrol. Dus die, um, ja, die is er meer bij om mee te denken met deze volwassen groep. Nou, en ik voel aan alles aan mezelf dat ik daarin zelf uh, veel meer tot mijn recht kom. Ik denk echt dat dat door uh, ja, mijn werkervaring uh, komt. Als coach. Ja, dan, dan zit je heel erg op, met je cliënt. Met jou. Op een gelijkwaardig niveau. En iedereen heeft, weet gewoon precies wat hij wel of niet in zich heeft. Um, kunnen zelf hun stappen bedenken. En, en dat vind ik ook een hele fijne, mooie fase waarin ik um, veel meer tot mijn recht zal komen. Dus ik ben ook heel benieuwd. Um, ja. Ik verheug me er eigenlijk op dat we met deze groep, met deze opleiding... maar ook met de intervisie dat we daar snel gaan komen. Dat zal veel meer rust geven en onrust zal weggaan. Um, en de laatste fase, ja, dat is de fase waarin je eigenlijk... Um, ja, het, het gaat eindigen. Um, ik had het net over die normingfase. Nee, ik zit fout. De vierde fase is de performingsfase... De onafhankelijkheidsfase. De groep uh, ontstijgt de trainer. En ja, met coaching wil ik hier ook naartoe werken dat mijn coachie het zonder mij kan. En in dit geval in een groep, uh, de groep wordt beter dan de trainer. Die gaat het beter doen. Het kind doet het beter dan de ouders. Dit is pure onafhankelijkheid. Hè, dus de, 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 de trainer heeft een, een terugwerkende beweging is eigenlijk alwezig, is niet meer nodig. Dat is echt een onafhankelijkheidsfase. Nou, vanuit mijn teamcoachingsopleiding team weet ik dat, dit, uh, ja, dat weinig teams en groepen dit bereiken. Um, en, en dat er veel teams in het storming en normingsfase zitten. Dat er onder water van alles gebeurt. Dus ik ben heel benieuwd van, ja, hoe zit jij in je team? Of je nou um, daar onderdeel van bent, of de, ja, de teamleider, de team facilitator bent. Waar zit jouw team? En, en hoe reageer jij daarop? Hoe voel jij je daarin? Wat denk jij daarin? En, en hoe doe jij daar dan in? Um, en, en ja, wat ik jou daarvoor wens is dat jij helemaal jezelf kan zijn. Want er zitten altijd mensen die hardop nadenken. De extraverten onder ons. Die willen veel praten. Die willen veel nadenken. Um, die mogen bewuster hun mond dicht houden om de wat stillere mensen ruimte te geven. Want die stillere mensen die zijn van binnen heel hard aan het werk. En die zeggen pas wat als ze voelen dat er ruimte voor is. Um, ik merkte ook in de groep van, ja, er wordt zoveel gepraat. Niemand die naar elkaar luistert, had ik het idee hoor. En, en, en als ik, dan, ik moest echt de zien te komen. En als er dan een stil moment was, dan dacht ik van, ja, wat moet ik nu? Ik moet nu iets zeggen, want anders gaat iemand anders praten. Ik werd er heel onrustig van. Maar goed, dan weet ik, ja, ik, ik, ik mag die rol nemen van mezelf zijn uh, als de how. Um, vanuit de How to Fascinate profiel. Het komt wel, het komt wel. Dus ja, enorm boeiend. Enorm boeiend. Groepsdynamiek. Enorm boeiend. Dat is, uh, de groep is sterker dan het individu. En uh, daar heb je aan aan te passen. Dus wat jij ook wil als jij het anders wil in een groep. Uh, je hebt je aan te passen aan de groepsnorm, aan wat de groep de energie van de groep is, dat is sterker dan het individu. Um, het grappige is, is wat ik nu allemaal vertel. Ik wist het allemaal wel. En toen de trainer het benoemde de derde dag, toen dacht ik van, oh natuurlijk, hier zitten we. En nu snap ik mezelf ook, hoe ik reageer. En um, ja, ik hoop ook dat het jou helpt om weer even deze reminder te hebben. Of misschien is het wel helemaal nieuw. Dan is het uh, ja, de groepsontwikkeling volgens Tuckman, T-U-C-K-M-A-N. Maar uh, er zijn meerdere. Deze, dit model is onder meerdere namen volgens mij uh, te vinden. Ja, dus, dus besef even waar, waar is de groep? Waar ben ik? Uh, wat heb ik hierin nodig? En omarm jezelf hoe je bent. En, en speel er eens mee. Want als jij vanuit de verbinding met jezelf dit ja, kan, kan doorstaan dan zal je dat ook naar buiten brengen. En zal jij uh, ja, vanuit jezelf, verbinding met jezelf... meer verbinding met anderen kunnen hebben. Want uh, het mooie is, doordat ik dat nu kan... en vroeger had ik hier echt moeite mee. Groepen waren nooit zo uh, mijn ding. Uh, doordat ik nu de verbinding met mezelf heb... en ook weer met mijn hartsenergie, vanuit hard math... Uh, is er natuurlijk uh, die hartresonantie... Daardoor kan ik met een open blik naar anderen kijken. En ja, kan ik er ook weer van genieten waar zij zitten. En daar met een open blik naar kijken. En dat geeft zoveel rust, in ieder geval in jezelf. En dat zal ook rust geven in die groep of in het team uh, waarin je bent. En dat is eigenlijk heel mooi. Yes, oké. Okay. Ik. Uh... Ik wilde dit delen met je over groepsontwikkeling en over jou in die groepsontwikkeling. De verbinding met jezelf zorgt voor verbinding met de groep. En als jij hierin gecoacht, begeleid wil worden, ontzettend leuk. Ik zit in een hele drukke periode, maar er kan natuurlijk altijd contact met mij opgenomen worden, mocht je interesse hebben in uh, jezelf verder te ontwikkelen in je werk of in je leven. Ik, uh, ik leer heel veel bij dit jaar. Ik ontwikkel me verder. En uh, daar ben je dan bij. Yes! Ik wens jou een hele fijne dag, fijne avond, fijne dag. Whatever. En uh, tot de volgende keer. Doei doei. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou een prachtige dag, middag of avond toe. En vond je het interessant? En vond je het de moeite waard om dit verhaal te delen? Dat zou geweldig zijn. Want hoe meer mensen ik kan helpen, hoe beter. En sowieso vind ik het leuk ook om contact met jou te hebben. Dus heb jij een vraag of weet jij een onderwerp voor een podcast? Laat het me weten, want dan kan ik jou nog beter helpen. En als je nog iets extra's wilt doen, ga dan naar iTunes. Zoek daar de podcast Katje van Gulik op. Scroll naar beneden en laat daar een review achter. Want dan word ik nog beter gevonden. En dan kan ik nog meer mensen bereiken en kan ik nog meer mensen helpen. Ontzettend bedankt alvast en, en tot de volgende keer.